Hallo allemaal. Nou, normaal gesproken dan bezoek ik een tentoonstelling om me geestelijk een beetje beter te voelen. Maar dat was bij de tentoonstelling Fake Me Hard niet het geval. Ik werd er zelfs een beetje depri van. Desondanks denk ik toch dat het een belangrijke tentoonstelling is. Ergens fascineert het me toch. Ik vind het wel goed dat kunstenaars zich hiermee bezighouden. Dus met data, artificiële intelligentie, fake news, algoritmes. Want het bepaalt toch voor een groot gedeelte wel ons leven. Of nou ja, het leven van sommige mensen. Ik ga er niet te veel over zeggen, want deze tentoonstelling gaat best wel over actualiteiten, politiek, dat soort dingen. En aangezien ik dat nauwelijks volg, heb ik hier ook niet echt een mening over. Jullie moeten zelf maar even kijken wat je ervan vindt. Nou, dit is dus echt bizar. Hier word je dus gescand. En, 50 kilo, is dat bijna correct, hè? Zegt hij overal? Nee, dat is niet waar. Nee, bij mij zei hij 58 ja? kilo. Ik was heel licht. Je bent super intelligent, je hebt een 10. Zo, ja, met een bril natuurlijk. Brave and talkative. Angst en reliable. Negative thoughts, een 6. Likes animals, een 10. Your mind is a powerful tool. Dat is mooi, hè? Jude, we will leave it there. Thank you for joining us. Just to reiterate what you said. Gaan bekijken, dan kan dat nog tot 15 augustus 2021, dus je moet wel snel zijn. Bedankt voor het kijken en tot ziens! It's a very good day to play.